toen greep ik dus daarin met mijn vinger. En toen is dat nestje opengegaan en heel mijn arm helemaal vol van die kleine spinnetjes. En liep mijn kleren in. Goedemorgen, het is zondag en we gaan zo de deur uit. We gaan lunchen bij mijn schoonmoeder en haar man. We zijn aangekleed. Oh, ga je die ketting om doen? Die heb je gekocht aan het schoolreis, hè? Ik moet ook nog even kijken welke oorbellen ik... En ik kan dan? Ja, ze is een oorbelletje kwijt, dus we moeten even kijken wat bij haar in. Ja, zullen we... mag ik het laten zien, mama? Ja, dat mag. Kan je het laten zien? Hij is weg. Ik ga even kijken, ook voor jou. Mag ik wel mooie oorbellen? Nee, je mag alleen lelijke oorbellen. Nee. Oh, deze ring in. Oh ja, en deze hele mooie armband. Die heeft ze voor me gemaakt. Dus die heb ik vandaag ook in. Mijn haar zit nog zo. Nee. Ja, om. Om dan? Om. Je zei op. Oh, dat heb ik niet door gehad. Dat betekent opgegeten. Opgegeten, dat is wel vies. Ja. Ik wil helemaal geen oorbel opeten. Oorbel opeten? Oké, nou, hier vind ik opeens een losse oorbel. Dat is heel raar. Volgens mij is het voor mij dan. Deze oorbellen zijn ook al echt heel oud. Is dit dezelfde oorbel? Vintage. Is dit dezelfde oorbel? Nee, hij lijkt er wel heel erg op. Maar dit is een sfeerknopje en dat niet. Nee, niet hier voor mij. Even kijken wat we nog meer hebben. Een doosje. Nee, nee, daar liggen ze eronder, denk ik dan. Daaronder. Nee, ook leeg. Ja. Nee, want ik heb het pas allemaal. Dan waren we die kwijtgeraakt. Zie je, die is ook leeg. Toen maar... Ja, nou, één is van het paar dat je eigenlijk nu in hebt. Weer die gouden mooie. Met die diamantjes. Die al lang niet meer in gehad. Nee, maar kijk, daar ben ik volgens mij deze achterkant. Kijk, schat. Zo vallen ze eruit. Nee, hier zit een achterkant bij. Kan je deze omdoen voor me? Maar wil je deze in? Nee. Nee? Er is niet zoveel keuze meer verder, want ik heb allemaal incomplete paren voor jou. En welke zijn dat? Die hartjes. Daar is volgens mij een achterkantje, maar dat zijn dezelfde als die andere. Kijk daar. Nee, die hebben ook het achterkantje. Zul je die in de hartjes? Maar ik wil die mooie. Maar die staan niet zo mooi bij je jurk vandaag. Maar waar zijn ze gebleven dan? Dit zijn je echte sieraden, zeg maar. En die andere vallen een beetje op. Oh, deze. Ja, maar die, dan moet je vanavond wel weer andere in. Want die mag je niet inhouden met slapen van mij. Oké. Okay. Ja, doen we die. Moeten we eerst de ene even uit. Waar heb je het dekseltje hier? Oké. Okay. Ik ga de ene vast doen. Nee, kom maar, doe ik hem eerst. Moppie, ik wil even die andere uit. Dan kan ik die even in een doosje doen voor jou. We zitten in de auto. We gaan lunchen bij mijn schoonmoeder, bij Max' moeder. En bij mijn oma. Bij jouw oma, ja. En zij en ik doen natuurlijk altijd een autospelletje. En vandaag zoeken we tractors. We hebben er één gezien. Hoe gaan we er zien? Waar zetten we op in vandaag, Sarah? Hoeveel wil je er halen? Gaat ons dat lukken? Hopelijk wel. Zoek je mee? Ik zoek mee, ja. Gaan we kijken of we de tien redden. We moeten wel door veel weilanden en zo. Dus we hebben wel een grote kans dat het gaat lukken. We gaan niet door de weilanden, we gaan er wel langs de weilanden. We gaan daar weer vloggen. Als we dan zeggen, dan vloggen we weer als we de 10 hebben gehaald. Oh, echt? Anders vloggen we niet. Oh, daar staat er een. Ja, 2 hebben we er nu. Ja. Daar weer een. Zie je hem, die groene? Ja, 3. En nog één. 4. Ja, heel veel. Oh, ja, maar heb je ze geteld? Dat zijn er 6 bij elkaar. Daar niet. Daar dacht ik wel dat we 1-6 staan. Nou, ik denk dat we wel hoger kunnen inzetten. Dat zijn er 6. Daar. Nee. Oh, nee. Ja, het leek even zo.
Nou, we zijn er bijna. Het laatste stuk. Eén minuutje. Ja. Het laatste stuk, heel veel mogelijkheden zien. Maar er staan overal van die dekjes voor en zo. Dus we hebben niks meer zien. Hoeveel hebben we daar? Weet je het nog? 22. En nu tijd om te gaan lunchen. Maar lekker eten. Hier, doe je schilletjes hierin, schatje. Wauw, dat is ook. Nou is die nog beter geknakkerd. En dan moet je wel het velletje ook mee. Oh, die heb je. En jij neemt halve ei mee. Nee, sorry. Ja, dat zijn vreselijke verse. En we hebben ook nog lekker ja, die hebben wij gekeken. We zijn thuis. Ik ga lekker koken. Spitskoolschotel. Dat vind ik heel erg lekker. Zelf vind ik het soms lekker. De ene keer eet je het heel goed en de andere keer loopt het natuurlijk heel lekker. Ja, tweede verhaal. Marco gaat zo weg. Dan is hij een week weg voor werk. Dus die heb ik nog even op de ramen buiten gezet. Want er zitten echt allemaal spinnen en spinnennesten langs. Dus dat vertik ik. Ik doe heel veel, maar ik kom niet in de buurt van spinnen. Dus dan is dat eigenlijk in ieder geval gedaan. Die staat nu met een stok allemaal die nestjes weg te halen. Ik heb het ooit gehad, toen was ik heel klein. En ik had zo'n zandbadschelp. En die wilde ik verschuiven. Want daar had ik uit de sloot water in gedaan en een vijver van gemaakt. Dat was helemaal leuk. En toen pakte ik die rand. En toen in de spinnennest. Oh, er zit dus ook een slak langs het raam. Maar goed, toen greep ik dus daarin met mijn vinger en toen is dat nestje opengegaan en heel mijn arm, helemaal vol van die kleine spinnetjes en die liepen mijn kleren in. Dus dat je echt met kleren aan in de douche alles uit moet spoelen omdat er echt gewoon voor je gevoel een miljoen spinnetjes over je lopen. En sindsdien kom ik dus niet meer in de buurt van spinnennestjes. Dat is echt een jeugdtrauma van mij en ik vertik het. Dus ja, dus dat. Marco is net vertrokken, Sarah ligt dus op bed. En ik ben alleen. Ik ga nu eerst even kijken of mijn camera zo blijft staan. Ik gebruik steeds vaker die Janot, die standaard. En die vind ik mega fijn. Maar soms dan heb ik hem te wijd staan. En dan heb ik zo'n randje en dan staat hij zo breed. Dat werkt niet. Ik ga nu eerst even thee zetten. En daarna ga ik vertellen wat ik deze week gepland heb staan. Oké, Marco is weg en zoals jullie weten probeer ik echt altijd en eeuwig het huis hier op orde te krijgen, wat me nooit lukt. Maar nou heb ik in het verleden, Marco werkte heel lang dat hij heel veel weg was. En dan was hij vaak 2 weken weg en in die tijd, als hij weg was, dan krijg ik op de een of andere manier meer gedaan. Want s'avonds ga je toch vaak samen even tijd doorbrengen. En wat dan ook. Ja, dan zijn er uren om, dan doe je weer niks. Overdag ben je ook gewoon afgeleid met dingen. Dus nu dacht ik, ga van deze week echt even mega gebruik maken. En we hebben gewoon dingen waar we tegenaan lopen. We willen een slaapkamer verbouwen, maar ja, dan moet ons bed eruit. Logisch, want als het gestuukt en... alles moet worden, daar wil je niet in slapen. Maar op zolder staan weer te veel dingen. Dus het bed kan daar niet. Daar heb ik wel echt al mega veel van opgeruimd. Dus dat is wel heel fijn, maar nog niet genoeg. Nou, er zijn spullen die gewoon in huis horen en een plekje moeten krijgen. Maar ja, als de kasten daarvoor liggen. Nou, je kent wel, je koopt soms meer dan dat je wegkrijgt. Dus toen dacht ik ga deze week echt zoveel mogelijk daarvan doen. Avonden kan ik natuurlijk sowieso niet echt weg. Mijn oppasmogelijkheden zijn nu ook heel erg laag. En ja, sowieso met school laat maken doe ik het toch niet. Dus toen dacht ik, je hebt de app. Ik weet niet wie er bekend mee is. Wunderlist. En daar kan je lijstjes maken. Ik hou sowieso echt mega van lijstjes maken. En daar was ik dus al op begonnen. Heb ik een to-do-lijst gemaakt met allemaal van de kleine projecten die ik wil doen. Ze hebben bijvoorbeeld ook allemaal luchtjes staan in de slaapkamer. We hebben daar tijdelijk nu een kast op zolder opgehangen. Die hangt al. Die luchtjes moeten daarheen. Dan zijn die in ieder geval vast weg. Nou, zo heb ik allemaal al die taakjes die ik nu al bedacht had, allemaal op die lijst gezet. Dan kan ik ze er namelijk afhalen en dan vergeet ik niks.
En dan kan ik gewoon elke keer kijken van, joh, ik heb nog 5 minuten. Staat er iets op wat ik in 5 minuten kan? Of ik heb nu 1 uur, wat ga ik doen? Dat eigenlijk zoveel mogelijk hiervan dan gedaan is. En dat we daarna dan echt eindelijk verder kunnen. Want we lopen gewoon vast, we willen heel graag, maar het lukt gewoon niet. Drukte, leven, alles. En daar ga ik vandaag dan ook wel alvast een beginnetje mee maken. En elke keer als ik weer denk, oh, nou, dit stukje is ook handig. Of dat is ook wel leuk om nu te doen, dat komt goed uit. Zet ik het er ook gewoon weer op. Dus ik verwacht ook niet dat ik dit af ga krijgen. Dat heb ik gewoon opgegeven. En elke keer als ik dat doe, namelijk als ik een deadline voor mezelf stel, dat wordt het hem niet. Oh, nu bedenk ik dus gelijk weer iets wat ik nog wilde doen. Maar goed, dan zet ik het er elke keer op en dan kijk ik gewoon welke van die dingen het eerste gewoon af moet zijn. En dan gaan we gewoon kijken hoe ver ik in deze week kom. Ik hoop dat ik echt alles of het meeste afkrijg, maar ik ga er gewoon voor mezelf niet van uit. En ik denk dat dat me best wel veel ruimte gaat geven. Dus nu eerst mijn theetje en dan ga ik gewoon rustig aan beginnen. Ik heb ondertussen mijn pilla gewoon even uit de kast getrokken. Die ga ik gewoon leeghalen en kijken wat er allemaal uit kan. En het zijn allemaal van die dingetjes van Sarah. Heel veel, allemaal random dingen. Ik denk dat hier ook wel heel veel in zit. Wat eigenlijk zonder reden bewaard wordt. Oh, dit wil zij ook nog steeds zo graag doen. Daar ben ik zo geen fan van. Ik heb echt een mega hekel aan slijm. Ik vind het echt troep. Ja, echt, dit ligt allemaal gewoon door iedereen er maar ingegooid. Die moeten we wel bewaren, die gebruik ik heel veel. Sommige dingen zijn wel echt heel leuk, net als deze. Er wordt ook een stokje bij. Dit is een instrument. Die heeft ze gemaakt. Hij is wel heel leuk. Oké, het is echt een la met allemaal random crap. Maar goed, net was die echt zeg maar zo vol dat eigenlijk alles aan alle kanten uitviel. En nu hebben we toch wel weer overal ruimte. En dit zijn echt ook heel veel dingetjes. Dit moet ik gewoon nog een keer met Sarah gaan doen. Dit moeten we gewoon nog een keer doen. Ja, dit gaat ook op. Dus het zijn wel allemaal dingen die moeten verdwijnen, maar die ik eigenlijk nu niet weg kan doen. Al zou ik het liefst echt heel veel gewoon weggooien. Maar ik denk dat ik dan geen blij kind meer heb en dat ze me nooit meer aankijkt. Ik ga ook nog een stukje in deze kast. Ik heb ondertussen nog een paar dingetjes al opgeruimd. Alleen waar ik wel tegenaan loop, ondanks dat ik het heel erg fijn vind om dit soort dingen te doen als ik alleen ben, merk ik wel weer dat ik dan ook weer dingen tegenkom waarvan ik denk, ja, dat moet ik eigenlijk toch overleggen. Met degene van wie het is. Dus ik denk dat ik Marco gewoon morgen foto's van alles ga appen. En elke keer, wat wil je hiermee? Wat wil je hiermee? Ik denk dat hij helemaal gek van me gaat worden. Maar goed. We will see. Maar er moet gewoon een hoop weg. Echt een hoop weg. It's my mission. Nou, toch uiteindelijk nog wel aardig wat uit kunnen zoeken. En ik wil gewoon lekker op tijd, in ieder geval op tijd. Op tijd. Voor mij doen wel naar mijn bed. Dus even de laatste dingen in de vaatwasser. En dan vaatwasser aan en slapen gaan. Dat eruit. Ik ga dus naar mijn bedje. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. Zeker als je vaker kijkt. Klik dan even op die knop. Laat een duimpje achter. Reacties vinden we altijd heel erg leuk. Probeer ik ook echt altijd op te reageren. En zie ik je in vanmorgen. Doei doei!